dat maakt goed. We zijn het over, we zijn in gesprek met Laura van de Elzen. En je bent bekend geworden eigenlijk via My Name Is, hè? Ja, klopt. Hoe is dat eigenlijk toen zo gekomen? Ik heb daaraan meegedaan. Het was een programma waar je eigenlijk je idool nadoet. Ja. En toen ben ik begonnen met Tina Turner. Toen hebben ze eigenlijk gezegd van ja, Tina Turner is een beetje te oud voor je. Misschien is het een goed idee om Miley Cyrus net te doen, want we wonen een country snikje in je stem. En sindsdien eigenlijk echt in de country gekomen en bij YouTube gekeken en dan ook gezien dat het Dolly Parton en dan kom je Billy Ray Cyrus en Miranda Lambert en zo op de echte grote country artiesten. En toen dacht ik van, dat is eigenlijk wel een superleuk genre. Je was er eigenlijk helemaal niet mee bekend destijds, hè? Nee, helemaal niet. Helemaal niet in het country genre. En ook helemaal niet van, wat is dat dan eigenlijk? Wat voor soort genre is dat? Past het echt bij mij? Zo'n jong meisje van 12 jaar, dat weet je natuurlijk niet. En dan toch maar gekeken en dan toch die liedjes gezongen. En ik van, die gaan eigenlijk wel makkelijk en soepel. En het klinkt eigenlijk wel bij mijn stem. Dus ja, vandaar eigenlijk dan verder een country verder gegaan. Sla een heel stuk over. Duitsland. Tweede in Duitsland zoekt een superstar. Ja. En mijn vraag is misschien van andere lezers en luisteraars. Waarom naar Duitsland als je hier in Nederland ook The Voice hebt? De Voice heb je hier in Nederland. Wat ik zo mooi vond aan Duitsland, er kwam een programma met No Limits daarbij. Ja. En No Limits betekent dan dat je eigenlijk alle stijlen kunnen daar, dus alle genres van muziek, worden daar eigenlijk geaccepteerd. Ja. En daar heb ik eigenlijk gedacht van, nou kan ik met country daarheen gaan. Dat heb ik gedaan. Toen hebben ze eigenlijk gezegd van, we willen je meer met rock doen. Dan heb ik gedacht van, om dat te overleggen van, zal ik dat doen? Ja. En zo. Maar toen uiteindelijk toch besloten, doe ik. En toen uiteindelijk elke keer verder gekomen en dan uiteindelijk tweede geworden met een country nummer. En dat is wel een droom geweest. Het was wel een hele competitie, hè? Het was een hele competitie. Het is heel moeilijk geweest om daarvoor country te vechten. Ja. Het natuurlijk een genre is die geaccepteerd wordt, maar nog niet door iedereen geaccepteerd wordt. En in de tv-wereld nog moeilijk geaccepteerd wordt. Want ze zien daar nog geen commercieel iets in. Nee. En ik vind het superleuk om dat te veranderen en om dat verder te brengen in dan. Want je laatste liedje moest je in Duits doen, hè? Ja, het laatste liedje moest ik in Duits doen. En was dat een beetje nadelig voor je? Of, ja, dat is natuurlijk een nadeel. Als ik zo de jurybeoordeling een beetje hoor, dacht ik, jammer dat je daar eigenlijk een beetje op afgerekend wordt, toch? Hè? Maar ja, het is natuurlijk klaar, want het is een Duits programma, dan moet je Duits kunnen zingen. Dan kun je verwachten dat je een Duits nummer krijgt. Ja. Maar het was ook wel klaar dat er een Duitser moest gewinnen. En dat is natuurlijk niet erg, want een tweede plaats voor een Hollander is perfect. Ja. En ik kan nou mijn eigen dingetjes blijven doen, ik kan in de country blijven zingen, ik kan mijn dingetje in de rock doen en ik kan eigenlijk doen wat ik zelf heel graag wil. En als het eerst was geworden, zit ik natuurlijk aan dingen vast, heb ik nog geen keuze in wat ik zelf wil. Dus nou, een tweede plaats is echt voor een Hollander wel supergoed. Okay. Vandaag treed je op met de Jambalaya Band, niet de eerste keer. Nee. Maar hoe ben je met die gast in aanraking gekomen? Ik had een optreden in de Faroe Islands en hun ook. En toen hebben we eigenlijk samen gespeeld met de band. En toen heb ik gekeken van, dat is wel een hele mooie klik. Ja. En toen eigenlijk verder dacht van, misschien kunnen we dat verder gaan in Europa ook met de optredens met de Jambalaya. Want hun wilden verder ook in Europa, want ze wonen in Denemarken. Dus een beetje wijd weg. Ja, hoe repeteer je als het een beetje te doen? In Denemarken. Dus moet je elke keer echt waar? Ja. 9 uur rijden in Denemarken naar Denemarken. Maar is niet erg, want heb ik toch voor muziek heb je alles over. En het is alleen maar liefde en leuk. En het is natuurlijk muziek. En vandaar eigenlijk nou heel het optreden en liedjes geschreven met het Jambalaya. En dat is nog steeds superleuk. Leuk. Je hebt één cd uit de press, Shine. Ja. Gaan er nog meer volgen? Ja, er komen hele mooie dingen aan. Is eigenlijk bij belangrijk voor artiesten om een cd's uit te brengen, of niet? Ik vind het heel belangrijk, maar ik vind het niet belangrijk om elk jaar een nieuwe cd uit te brengen. Ik zeg gewoon, je moet iets hebben waar je zelf trots op kan zijn, waar je lang aan gewerkt hebt. En niet elke keer denken van, ik moet jou nou iets uitbrengen. Ik breng iets uit wanneer ik denk van, dat zijn mijn liedjes die ik mooi vind, dat zijn liedjes die ik uit wil brengen. En ik denk dat er over een paar maanden wel iets moois uit kan waar ik lang over aan gewerkt. Over een paar maanden kijken, dan ben ik toch wel weer heel benieuwd, hè? Waar ik lang aan gewerkt heb en misschien ook met andere mensen, dus daar komt wel iets moois aan. Eigen geschreven werk erop? Zeker weten. Ja, dat is leuk. Ik wens je heel veel succes met optreden. Ik zal je niet verder ophouden. Maakt niet uit. Goed, bedankt, hè. Goed, oké.